En het is bijna alsof je thuis met Lego speelt. Zo snel gaat alles omhoog. Maar het plaatsen van de megagrote blokken is in het echt toch wel iets lastiger. Kijk, dit is het hele legplan. We hebben gewoon elke laag uitgetekend. Net zoals een Lego boekje, hoe je dingen in elkaar stapelt. Zo hebben wij eigenlijk een compleet bouwplan getekend. In totaal hebben we 51 lagen. Dus 51 blokken maal 40 centimeter hoogte worden gestapeld. Uiteindelijk moet het bouwwerk levensgroot worden. Met een toren van zo'n 20 meter hoog. De kerk moet ervoor zorgen dat er meer publiek naar het festival komt. Dat vorig jaar teleurstellende bezoekersaantallen had. Iets wat echt Europa, zelfs de hele wereld bindt, is speelgoed. En met name dan Lego. Dat kent iedereen. Dus dat alleen al trekt ook mensen aan. En ja, door dan te zorgen voor een afwisselend en laagdrempelig programma, denk ik dat je de mensen ook echt wat biedt. En dat het heel leuk is om hier binnen te stappen. En dat je vanaf hier kunt zien wat je verder kunt doen op het festival. Of het publiek zich met de kerk gaat vermaken, is nog even afwachten. De bouwers hebben dat in elk geval wel gedaan. Wellicht toch de kindertijd dat weer terugkomt. Als klein kind spelen met kleine blokjes en grote mensen spelen met grote blokken.